Het is zaterdag 21 september en we gaan beginnen aan de competitie. Zo ook in de tweede klasse C met de wedstrijd in De Zilk tussen Van Nispe, nieuwkomer in die tweede klasse, en Dokos. Ja, wat kan je over die wedstrijd zeggen? Dokos moest vorig jaar, terwijl daar al een hachelijk moment voor het doel van Joris van Harmelen verschijnt. Maar dat loopt goed af voor Dokos. Dokos moest dus na competitie spelen voor lijstbehoud. En redde zich uiteindelijk wel overtuigend, moet gezegd worden. Maar ja, wat gaat de ploeg van Dennis Olman, de nieuwe trainer, dit seizoen laten zien? Daar met een overtreding, zo beoordeelt de scheidsrechter, de heer Duindam. En ja, dan is eventjes de vraag of de bal daar niet wordt gespeeld door Jean Armitage bij die doorgekomen speler. En daar het uitgestoken been toch echt naar de bal. Dat lijkt me toch gewoon geen penalty. Speler gaat wel onderuit, maar dat is een gevolg van. En zo krijgt Dokos al vroeg een penalty tegen. En die wordt onberispelijk ingeschoten door Jeffrey Koemans. En zo leidt Van Nispe al na 7 minuten met 1 tegen 0. Een slechte start voor Dokos. Maar ja, je kan je absoluut blijven afvragen of dit wel een terechte penalty was. Ik denk zelf van niet. Goed, Van Nispe dan. Daar wordt een duel makkelijk gewonnen. En dan, ja, Quinteren Kwasi. Kwasi is boos op zijn aanvallers, want die lopen helemaal niet terug. En dan kan er natuurlijk weer gevaar ontstaan. Jan-Joost Cornelissen. En dan is het 2-0. Jan-Joost Cornelissen, de spits van Van Nispe, scoort altijd makkelijk. Elk seizoen weer. En hij profiteert hier van een lakse houding van de aanval van Dokos. Die totaal niet omschakelen. Brengen het middenveld en de verdediging dan in de problemen. En dan is het al 2-0 zo vroeg in de wedstrijd. Een heel beroerd begin voor de ploeg uit de Leidse Mors. Dan opnieuw een schot op het doel daar. Wordt gered door Van Harmelen. Wordt hij weggewerkt door Robin Brasker. Kan dan Gashi misschien aan een tegenaanval gaan denken. Nou, hij speelt zich in ieder geval goed vrij. En dan is het zoeken naar een medespeler. Vindt hij in Michael van Voorthuizen. Michael van Voorthuizen met een uitstekende paas daar op Lars de Ridder. Lars de Ridder gaat schieten op dat doel. Nou, dat is een kansloze missie van de aanvaller van Dokos. Maar eindelijk in ieder geval enig gevaar van de bezoekers. Nu dan met Jean Armitage. Stuurt daar opnieuw de Ridder weg. De Ridder met een actie. Nou, dat is een veel beter schot. Die gaat maar net voorbij het doel van Sven van Hensbergen. En zo blijft het bij 2 tegen 0 voor Van Nispe. Maar eindelijk klimt Dokos in die wedstrijd. Dat moet ook wel. Want anders dan ben je natuurlijk al kansloos. Daar wint Michiel Polman een duel. Dan gaat Cornelissen over de voet van Armitage. En ja, de scheidsrechter wijst weer naar de stip. Een penalty andermaal voor Van Nispe. Nu in de herhaling zien of dit dan een penalty is, ja of nee. Nou, hij neemt in ieder geval behoorlijk wat risico. Cornelissen blijft staan en gaat tegen het canvas. En de scheidsrechter is daar gedecideerd. Stond er ook bovenop, moet ik zeggen. Dan Koemans. Maar die wordt goed gered door Joris van Harmelen. En zo blijft Dokos op een 2-0 achterstand. Een hele belangrijke wedstrijd om in die wedstrijd te blijven, uiteraard. Maar oh, 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 oh. Wat gebeurt hier allemaal in De Zilk? Het loopt bepaald niet lekker voor Dokos. Zoveel is duidelijk. Sanjay Gajardin daar aan de linkerkant van het veld. Wil dan een dribbel inzetten. Doet dat heel goed. Komt dan heel ver in de 16. Hele knappe actie. En stuit dan op Van Hensbergen. Nieuwe poging nu dan. Nee. Van Hensbergen staat op en komt weer terug. Dan een actie bij de tweede paal. Maar die bal gaat hoog over van Lars de Ridder. Goeie actie van Sanjay Gajardin van Dokos om bijna op 2-1 te komen. Daar dan een overtreding op Simon Joubert. En dat is uiteraard een gele kaart. Daar leidt geen twijfel over mogelijk. Dat is Fadil Sukurica overigens. Overgekomen van VVSB. Daar dan, die zou op de stip kunnen. Daar zie ik toch echt wel een overtreding. Maar de scheidsrechter oordeelt anders. Nog eventjes de herhaling. Ja, daar wordt een van de Dokos mensen gestuit door Karst Davina. Maar de scheidsrechter kijkt er eigenlijk niet naar. En zo blijft het dus gewoon bij 2-0. Cornelissen is weer weg. Gaat hij dan op weg naar de 3-0? Nee, dat doet hij niet. Dan de rebound, maar die wordt dan gered door Van Harmelen. Goed keeperswerk daar. Tegen de opzichte van de in Leiden woonachtige spits van Van Nispen. Althans, zo dacht ik. Dan Gajardin weer dan op links. Een aantal goede acties in huis. Ook nu haalt daar een corner uit. Komt die bal daar vanaf de zijkant. Wordt daar ingekopt. Maar dat is een makkelijke prooi voor Sven van Hensbergen. Van Nispen, de ploeg, bestaat uit spelers die met name... Oh, dat is ook weer een pittere overtreding op de enkels van Voorthuizen. Tweede helft dan met Brasker. Ik was bezig met Van Nispe. Bestaat dus uit een
spelers van Noordwijk die daar op hoog niveau hebben geacteerd. En vandaar dat Van Ispen gewoon een heel aardig elftal bij elkaar heeft. Ook een vriendengroep daar met de Ridder. De Ridder, hoho! Dat is een hele goede goal van de buitenspeler. De belangrijke speler van Dokkos die ook heel goed werk deed in de nacompetitie afgelopen seizoen. En zo vindt Dokkos kort na de rust de aansluiting hier in de Zilk. Het is 2-1. Nog even, hij komt er met moeite langs. Maar dan, met dat linkerbeen krult hij de bal in de verre hoek buiten het bereik van Sven van Hensbergen. Uitstekende goal van Dokkos. En zo hebben we weer een wedstrijd. Van Nispen, ja, wat gaat die ploeg doen? Oei, 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 dat scheelt heel weinig. Bal wordt op de doellijn dan gered. Maar wat gaat Van Nispen doen? Is dus uit de vierde klasse gekomen. En vorig seizoen dus uiteindelijk kampioen in de derde klasse. En waartoe zijn zij in staat in de tweede klasse? Nou, tot nu toe een goed begin natuurlijk. Daar met een open kans daar voor Jeffrey Koemans. Stuit daar andermaal op Van Harmelen. Goed keeperswerk. Andermaal. Niet voor het eerst in deze wedstrijd. Dan een opstuiterbal. Ja, en die neemt Van Nispen dan gewoon mee. En dan moet Dokkos weer in de achtervolging. Ja, en een 3-1 zou toch wel fataal zijn, denk ik zo. Koemans daar helemaal op de achterlijn. Raakt daar dan het gezicht van Dokkos. Kan Van Nispen gewoon doorgaan. Terwijl die speler van Dokkos toch echt daar last heeft van het gezicht. En dan Cornelissen. Nee, die schuift die bal voorlangs. En daar kan Michiel Polman niet meer bij. Dokkos aan de overzijde met Gajadin. Komt die bal dan, wordt dan met een handje tot corner verwerkt aan de andere kant. En zo blijft Dokkos wel drukken om uiteindelijk toch tot die gelijkmaker te komen. Daar een voorzet en dan ja, lijkt me dat ook weer een overtreding. Ik denk dat dat Chris van Empel is ingevallen in de tweede helft. Die daar toch naar de grond wordt gewerkt. En dan uiteindelijk uiteraard niet in staat is om die bal te verlengen. En zelfs een goal te maken. Dus blijft het wel bij 2-1. Dokkos blijft zich beklagen met Dennis Olman naast Tim Gollacht, assistentcoach. En wat is dit dan? Nou, volgens de scheidsrechter helemaal niets in ieder geval. Tot verontwaardiging van Dokkos. Enno van Wiering gaat daar de 16 binnen. En dan lijkt toch Bob Hoogkamer daar een overtreding te maken. Maar andermaal wil de scheidsrechter van niets weten. En Dokkos, ja, het wordt er radeloos van zo langzamerhand. Dan een bal op Van Empel, maar daar kan de spits uiteraard niet bij. Dokkos blijft het wel proberen, dat moet gezegd worden. Begon zwak aan de wedstrijd, maar klom wel in die wedstrijd. En daar dan een kopbal, die gaat dan naast van Chris van Empel. Daar Robin Brasker met een stevige ingreep. Dokkos blijft wel in balbezit. Daar dan Gassi was dat, die daar de bal op Van Empel ligt. En dan krijgt Dokkos een vrije trap tegen. Ja, ze begrijpen er werkelijk helemaal niets van. Waardoor deze beslissingen allemaal zo'n beetje uitvallen in het voordeel van de geel-rode. Daar weer met Van Nispen komt die bal dan voor. Wordt dan opgepikt door Van Voorthuizen, moet dan uit de 16 komen, dat doet hij inderdaad via Gajadin. Is het gevaar geweken op dit moment voor de 3-1. En Van Wieringen dan weer naar Gajadin, die heel vaak gezocht werd. En hij dribbelde er erg vaak goed doorheen. Ook nu wordt dan gestuit, ja of nee, in de 16. Komt hij dan op de stip te liggen? Nee hoor, hij gaat de andere kant op. Zwalpen, zo constateert scheidsrechter Duindam. En zo blijft Dokkos eigenlijk helemaal niets bespaard. Daar komt die bal dan weer voor. Gevaarlijk. En Van Ispen is er zeker nog niet van dat het hier gaat winnen, want Dokkos blijft het aanmechtig proberen. Daar dan met een forse tackle. En Dokkos wordt er helemaal stapel met jokken van wat hier allemaal gebeurt. Overigens een overtreding zeker, maar ook weer niet al te zwaar. Maar in elk geval, ja, het gaat niet in het voordeel van Dokkos eindigen op deze manier. Daar dan Jan-Joost Cornelissen. En dan is het 3-1 en is het gelopen. Ja, dan wordt Armitage daar in dat duel toch wel vrij eenvoudig geklopt. En rolt die bal dan uiteindelijk binnen door de puntspeler van Van Nispen. En dan is de wedstrijd wel gelopen. 3-1. Ondanks alle pogingen. Van Nispen gaat winnen met 3-1. Dokkos was niet zichzelf. Maar had de scheidsrechter bepaald niet mee.